Stadsradio Vlaanderen. We staan hier aan het Trek Hotel en Enchanté. Wat betekent dat speciaal, Stefan? Onze samenwerking is ervan uit te gaan omdat het Trek Hotel via Enchanté de burgers laat betalen voor uitgestelde bedjes. Maar voor wie is dat altijd allemaal? Want het is echt daar bedjes. Is dat voor de gewone burger of voor wie is dat speciaal? En hoe kunnen ze dat allemaal te weten komen, die mensen? Dat is speciaal voor mensen die in nood zijn, daklozen, die anders buiten moeten slapen. Zij worden doorverwezen door outreachwork van Stad Gent en komen hier dan terecht en kunnen hier dan één nacht op hun gemak slapen, omdat de nachtopvang, de drie plaatsen van de nachtopvang in feite niet voldoende zijn voor het aantal daklozen en mensen in nood in Gent. Stefan, het is eigenlijk dus niet de bedoeling dat zij dus van 's nachts geen plaats vinden, dat zij hier een nachtje komen overnachten eigenlijk? Nee, we zijn geen vervangende nachtopvang. Ze worden doorgestuurd van outreachwork. En het is de bedoeling dat ze 3 tot 5 dagen hier verblijven, tot rust komen. Het zijn gekende mensen die al bij outreachwork komen, die soms in de nachtopvang zitten, zodat ze hier hun gemoedsrust kunnen krijgen, die betaald wordt door burgers en vandaag ook door een groot bedrijf. Ik zie daar ook dat daar caravans bij staan, maar die zijn waarschijnlijk nu uit den boze om dat te gebruiken in coronatijd. Trek Hostel doet er alles aan om alles coronaproef te laten verlopen. Dat was ook de vraag van Enchanté, om dat allemaal in goede banen te leiden. En daardoor wordt er ook een doorverwijzing gedaan via outreachwork van Stad Gent. En dat alles in goede orde kan verlopen. Er kunnen ook geen 100 mensen in één keer komen. Er wordt een limiet opgezet, zoals de andere nachtopvangen. Dat er genoeg vierkante meters zijn, dat alles kan verlopen zoals moet in deze verwarrende tijden. Deze mensen kunnen genieten van eigenlijk een modern iets. Ze hebben een zacht bed, ze hebben een keuken, ze hebben toilet. Alles is coronavrij. Het is echt wel even hun zinnen kunnen verzetten. Niet alleen dan, het is gewoon de gemoedsrust. Een mens die op straat leeft, heeft geen gemoedsrust. Enchanté draagt daarin bij met uitgestelde koffies, uitgestelde maaltijden, maar ook een kapper en al, dat gaat nu ook niet in de coronatijd. Maar dat staan we ook in. We hebben ook de filmtickets gekregen. Gewoon de mensen eventjes gemoedsrust geven, eventjes uit de miserie, eventjes kunnen doen wat een ander doet. Gewoon in de maatschappij meedraaien. We hebben de PR-verantwoordelijke van OWS. Voor wat staat dat specifiek? OWS staat voor Organic Waste Systems. En wat doen jullie specifiek? We hebben eigenlijk twee departementen. In het ene departement ontwerpen en bouwen wij biogasinstallaties op GFT. Grote installaties over de hele wereld. En in het andere departement, dat is ons labo, daar doen wij tests op composteerbaarheid en afbreekbaarheid van verschillende materialen. Jullie zijn een wereldspeler. Van waar nu de samenwerking met het Trek Hotel? Wel, de samenwerking komt een beetje via Enchanté. Dus OWS heeft in het verleden ook al andere doelen gesteund. Maar ik kende Enchanté en ik kende de uitgestelde koffies. Toen ik las over de uitgestelde overnachtingen, vond ik dat een zeer goed initiatief. Ik heb dat voorgelegd. Er was direct enthousiasme en we hebben daarom beslist om dat te steunen. Welke steun mogen die mensen ontvangen? Dus wij zullen voor elke werknemer van OWS 1 uitgestelde overnachting trakteren. Op dit moment zijn we ongeveer met 115 werknemers, dus wij schenken 115 bedden of 115 overnachtingen aan Enchanté en Trek Hostel. Stadsradio Vlaanderen.